Goed, dames en heren. We gaan vanavond met u praten over een... misschien zou je wel kunnen spreken over een levensbedreigend onderwerp. Want als je denken bepaalt, of je leven wordt bepaald door je denken, zit er daar nogal een dramatische boodschap in. Het is natuurlijk een hele sterke uitspraak. En je zou je best kunnen afvragen van, ja, hoe denk je dat nou in feite waar te kunnen maken, dat mijn gedachtes daar inderdaad zo bepalend zijn dat uiteindelijk mijn hele levenspatroon daaruit voortkomt. Het is dus ook een titel met veel consequenties. Heel afhankelijk hoe je naar het leven kijkt. En over het algemeen is het zo, als het leven voor ons succesvol is, dan hebben we daar over het algemeen niet zoveel probleem mee. Dan aanvaarden we dat min of meer als vanzelfsprekend. Loopt het leven niet zoals we graag willen, dan denken we er wel over na. Maar dan hebben we heel vaak toch de situatie van, ja, kan je daar nou aan doen? Ja? Dus dat zijn dan die situaties waar wij dus over gaan praten en proberen duidelijk te maken, welke factoren bouwen dit om? Wat bepaalt in feite, om zo te zeggen, ons leven? Waar komen dus die situaties uit voort? Algemeen maatschappelijke opvatting is dat het natuurlijk allemaal toeval is. En we praten van gelukkige en minder gelukkige omstandigheden. Maar als onze titel waar is, dan zou je dan in feite natuurlijk zelf gewoon heel sturend en heel direct in kunnen optreden. En daar dus ook verandering in aanbrengen. Ja? En dat is natuurlijk heel direct wat ons leven betreft. Maar ons leven is natuurlijk niet een isoleerd gebeuren. We hebben allerlei contacten in de samenleving, we hebben relaties, we hebben vrienden, kennissen enzovoorts. En hoe zit dat daarmee? Ja? Hebben we daar dan ook via ons denken dus een hele belangrijke invloed op? Dus als je eigenlijk over de titel nadenkt, dan is het best wel een behoorlijke uitdagende titel die wel een enorme hoeveelheid vragen kan gaan oproepen. Ik hoop u in ieder geval daar dus de grondslag voor te geven, om daarnaar te kijken. Volgende week hebben we nog een avond om over dit soort dingen te praten. En het kost tijd. Ik zal u zeker dus lastigvallen met een aantal denkbeelden die niet algemeen maatschappelijk, om zo te zeggen, ondersteund worden. Maar een totaal andere visie op een aantal zaken, waardoor u voor uzelf, als het goed is, in staat bent om dat ook gewoon te gaan ervaren, ook inderdaad daadwerkelijk aan te sturen. Nou is het natuurlijk wel zo dat we moeten eigenlijk daardoor dingen kunnen gaan verklaren en dat soort dingen meer, ja? En welke dingen met elkaar te maken hebben om eigenlijk tot zo'n situaties te komen. En we zijn over het algemeen natuurlijk niet zo heel erg van alles wat mij gebeurt is mijn eigen verantwoordelijkheid en daar heb ik een actieve rol in gespeeld. We zijn ook heel erg natuurlijk van, ja sorry, dat was mijn baas, dat was mijn bedrijf, dat was dit, dat was dat. En we kunnen zo een enorme waslijst van excuses neerleggen. Ja? Kan u de stap maken om te begrijpen hoe dat proces in elkaar zit en inderdaad, als het ware, een opening maken om daar sturend in op te treden, dan heb je natuurlijk de meest fantastische mogelijkheden. Dan kan je eigenlijk worden die je maar wil. En dan kan je de meest verheven idealen opzetten en kijken van, hoe kan ik daar nu komen? Nou, om dat allemaal dus goed te doen, moeten we natuurlijk wel een aantal dingen dus heel goed op het netvlies hebben. Die processen die ons leven bepalen en de relatie met ons denken, die moeten heel duidelijk worden. Die moeten dus eigenlijk bekend zijn. Die moeten eigenlijk ook beheersbaar zijn en bestuurbaar. Beheersbaar en bestuurbaar, je zou kunnen zeggen dat is niet hetzelfde, maar er zit nog wat anders in. Er zit dus in feite in, beheersbaar is dat ze niet met bij ons aan de haal gaan. En bestuurbaar wil eigenlijk zeggen dat hij dat veranderingsproces kan opstarten. Ja? Dus je moet er die processen gaan uitzoeken. En dan moet u voor uzelf natuurlijk een doel stellen. En we mogen aannemen dat u consequent bent, dat als u zich een ideaal beeld heeft gesteld, dat u ook bereid bent
om daar dus eigenlijk aan te gaan werken. Ja? Dus dat zijn een aantal dingen, maar ongetwijfeld met consequenties. Wat gaan we daar? Als u nu een bepaald profiel hebt en u wil daar duidelijk verandering in aanbrengen, daar zullen dus een aantal dingen gaan plaatsvinden en dus een aantal dingen als het ware nieuw moeten worden opbouwen en een aantal dingen moeten loslaten of misschien wel zelfs afbouwen. Nou, als je kijkt in de samenleving, als we gewoontespatronen moeten loslaten en daar anderen voor moeten opbouwen, dat kost over het algemeen behoorlijk wat energie en inspanning. Het idee dat wij in feite dus ons leven maken, dat we met z'n allen als het ware onze wereld maken, is niet nieuw. En er zijn een aantal situaties die ons enorm helpen om daar eens even rustig naar te gaan kijken. De meest actuele op dit gebied, het meest actuele onderzoek is gedaan door Rutger Bregman, misschien u bekend journalist van De Correspondent, heeft een boek geschreven, De meeste mensen deugen. Hij heeft er 4 jaar over gedaan en heeft al die situaties uitgezocht waar men als het ware tot conclusies komt. Ik zal zo een paar voorbeelden geven, dat als je de mensen onderzoekt, dan zie je eigenlijk dat die mensen per definitie slecht is. Een van de meest bekende daarin is dat onderzoek dat men eigenlijk een soort van situatie opzet met een aantal mensen. De helft zijn gevangenen, de andere groep zijn gevangenisbewaarders. En de uitslag van dat onderzoek is, mensen zijn per definitie negatief, gewelddadig en gaan dus eigenlijk in zo'n situatie elkaar dus beheersen, negatief benaderen, allerlei vervelende dingen doen met elkaar enzovoorts. Hij heeft de moeite genomen om al dit soort onderzoeken weer boven water te halen, de feiten op tafel te krijgen en komt tot de conclusie dat er eigenlijk helemaal niks van klopt. Dat de uitkomst van de situatie, de feitelijke uitkomst, het tegenovergestelde was, maar dat de onderzoeker een bepaald gedachtebeeld had, zijn gedachtebeeld heeft losgelaten op zijn waarnemingen en gegevens en eigenlijk tot de conclusie is gekomen, de mens is per definitie niet goed. Nou geef ik 1 voorbeeld uit zijn boek, want hij spandeert 600 bladzijden eraan, om allemaal van dit soort situaties uit te zoeken en komt eigenlijk tot de conclusie dat de mens, als het ware, de meeste mensen deugen om als hij die zaken uitzoekt, dat men als het ware heel gekleurd en heel met een sterk vooroordeel dit soort dingen heeft opgezet en daardoor eigenlijk toe heeft gewerkt naar, als het ware, dit is hetgene wat we er graag uit zien komen. Als je teruggaat naar de gevangenisexperiment, het resultaat was eigenlijk tegenovergestelde van wat de onderzoeker in gedachten had. En men ging eigenlijk veel vriendschappelijker met elkaar om dan dat men eigenlijk dus in dat rapport heeft weergegeven. Oftewel, zeer gekleurd, zeer bevooroordeeld gedaan. En dit is natuurlijk een hele interessante waarneming. Dus als wij zo kijken in die wereld en we kijken om ons heen en wij zouden alleen maar de kranten lezen die dus leven van het negatieve nieuws, dan zou je natuurlijk langzaam maar zeker tot de conclusie komen, die wereld zit vol met problemen. En dat blijkt zo te zijn, als je dus een onderzoek doet, dan is dat niet zo. Nou is dat niet nieuw. Er zijn best wel een aantal voorbeelden te noemen in oude filosofische en religieuze stelsels waar je men eigenlijk vergelijkende gedachten ziet in dat idee dat de kleuring van de waarnemer, het denken van de waarnemer, de resultaten beïnvloedt. Heel bekende allegorie uit het oude China is dus die van de bekende bijlendief. Bekend kort verhaal. Boswachter, werkt in het bos, gaat 's middags naar huis om te lunchen, heeft een bijl bij zich en wil zijn bijl niet zo open en bloot laten liggen, verbergt hem onder een lading blad van de bomen, gaat heerlijk uitgebreid lunchen
en komt daarna terug, is vergeten waar zijn bijl ligt, kan hem niet meer vinden, kijkt om eens heen, ziet zijn buurman net weglopen en zegt van, ik zag hem gewoon wegsluipen. Dus het is niet meer weglopen, het is wegsluipen. En hij had typisch de houding van een bijlendief. Ik denk dat hij mijn bijl heeft gejat. Ja? Nou, oké, okay, hij kijkt naar die band steeds negatiever. Loopt toch heen en weer. Loopt op zijn bladeren, komt zijn bijl weer tegen. En moet eigenlijk tot de conclusie komen dat zijn kleuring, als het ware, die hele situatie heeft beïnvloed in sterke mate. Ja? Ander bekend voorbeeld, India. De olifant. Dat is een bekend voorbeeld uit het boeddhisme. Het gaat over het kennen van de waarheid. Hierna komt een serie van vier voordrachten die daar nog veel uitgebreider op ingaat. Maar het gaat een beetje als volgt. Maharaja, om dat duidelijk te maken, vraag onze bediende. Haal een olifant en haal alle blinde mensen uit het dorp. Hij vraagt die blinde mensen, onderzoek die olifant. En als ze dat een tijdje gedaan hebben, vraagt hij aan die blinde, nou, beschrijf die olifant maar. Nou, daar ontstaat natuurlijk een enorme discussie. Want u kan je natuurlijk voorstellen, degene die een potenpakker heeft gehad, of een oor, die komen tot hele andere ervaringen en hele andere beschrijvingen. En zijn het dus derhalve niet met elkaar eens. En het vereist dus een veel grotere visie, om tot de conclusie te komen dat het allemaal onderdelen en aspecten van die waarheid zijn. En elke blinder is er dus echt per definitie van overtuigd dat dit is echt wat ik heb waargenomen en zo is het en niet anders. En het vereist natuurlijk wat dat betreft toch wel enige rust en afstand om met elkaar daarover te gaan praten van wat hebben we nou ervaren, wat zouden we nog meer moeten onderzoeken om inderdaad tot de conclusie te komen dat die poot en dat oor aan hetzelfde beest zat en dat het dus eigenlijk een veel groter verhaal is wat we met elkaar moeten bespreken en moeten duidelijk maken. Oude Griekenland, Plato, ruim 400 jaar voor onze jaartelling, komt met het verhaal van de grot uit de staat. En het gaat er dus in feite om dat grotverhaal in feite iets presenteert hoe men die omgeving waar men onderdeel van is, waarneemt. Ik was voornemens om een leuk plaatje daarvan te zoeken. En ik vond het wel heel erg frappant dat mijn zoektocht op internet allerlei verschillende plaatjes opleverde. En dat ik eigenlijk moest concluderen, het goede plaatje kon ik eigenlijk niet vinden. Wat ik het goede plaatje noemt. Ja? En dat zou dus een plaatje moeten zijn, wat natuurlijk het hele verhaal van dat grotverhaal van Plato, als het ware, recht doet. Nou hebben wij hier een fantastisch boekje van Herke Groot, theosoof van net na de Tweede Wereldoorlog, die voor mij een van de beste boeken over Plato heeft geschreven. Die heeft daar een plaatje ingebouwd, waar ik moet zeggen, in detail gezien zou ik daar zelf nog wel iets aan veranderd willen zien. Waar gaat het over? Om even de clue aan te geven. Het gaat over dat er is een grot, doodlopend, wonen mensen in, bewoners zijn geketend aan de vloer, kunnen maar één kant op kijken, dat is naar de achterwand. Voor de ingang van de grot brandt een vuur en tussen het vuur en die ingang lopen in feite de burgers van het dorp in de buurt heen en weer. En de bewoners van de grot die zijn gewend om naar die schaduwen te kijken. Hebben daar wat langere tijd studie van gemaakt. En komen tot de conclusie dat je aan de hand van dat schaduwpatroon een klein beetje kan inschatten wat voor dag het van de week is. Afhankelijk van marktdag, geen marktdag. Afhankelijk van de patronen die daar overheen lopen. En zij hebben daar dus uit die schaduwwaarneming voor hunzelf dus eigenlijk een stukje zekerheid opgebouwd. Hun wereld, enigszins voorspelbaar. En daar zijn ze dus eigenlijk behoorlijk tevreden mee. Ze kennen de buitenwereld niet, ze hebben nooit daglicht gezien, alleen maar schaduwen. Het lijkt wel of ik dus de huidige astronomen aanhaal met hun meest fantastische kijkers en satellieten die ze hebben,
die ook maar naar een deeltje zitten te kijken van dat gehele universum. Nou, Plato maakt dan even duidelijk dat als je deze mensen gaat vertellen van, ja, maar wat je nou ziet, dat zijn maar schaduwen en dat is die werkelijkheid niet, dat daar dus enigszins onrust, zo niet opstand ontstaat. Ja? Als u na vanavond tot uzelf, tot de conclusie komt van, als ik nou zelf mijn leven heb gemaakt, welke factoren hebben dan geleid tot het leven wat ik nu heb, dan kan ik u bijna verzekeren dat er hier en daar best wel enige onrust zal gaan ontstaan. Ik kan me niet voorstellen dat ik me dat zelf heb opgebouwd. Of dat ik me dat zelf heb veroorzaakt. Ja? En dat kost even een langere periode van rustig nadenken. En vooral goed kijken wat gebeurt er nu en wat zijn de consequenties nu van mijn denken. Om tot die conclusies te komen van hoe gaan we daar in feite dus mee verder. Ja? Nou, dit hele verhaal over waarheidsopbouwen, dat gaan we dus in de oktoberserie met u uitgebreid behandelen. Dat ga ik niet doen, dat doet Erwin Bomars. Maar het is goed voor uzelf om even in gedachten te houden dat wat ik vanavond vertel in feite dus een stap is. De eerste stap en dat eigenlijk de volgende serie van vier voordrachten nog veel meer informatie geeft om voor uzelf dit als het ware op te bouwen en helderheid in te krijgen. Wij gaan praten over ons denken, gedachten. Nou zijn wij in een samenleving grootgebracht waar over het algemeen wordt gezegd, denken is tolvrij. Je mag denken wat je wil, als je het maar niet doet. Daar wordt een heel duidelijk onderscheid in gemaakt. Wij gaan proberen vanavond om te laten zien dat eigenlijk dat denken helemaal niet tolvrij is. En dat er uit dat denken gewoon een hele hoop consequenties tevoorschijn komen. En ik ga proberen om te laten zien hoe dat in principe als het ware stap voor stap wordt opgebouwd. Voorbeelden, ook uit de geschiedenis en uit vandaag, is natuurlijk Cato, Romeinse senator, die dus gewend was om elke openbare redenvoering die hij had te eindigen met de stelling dat het beter zou zijn als Carthago verwoest zou worden. Carthago was een belangrijke handelsplaats in Noord-Afrika, soortement kolonie van de oude Grieken. En dat had toch al wat invloed op Griekenland zelf en op hun heel handelsgedrag. En dat dreigde dus te groot en te rijk te worden, et cetera, et cetera. Dus Cato, die zei dat. En uiteindelijk in 146 voor onze jaartelling is inderdaad Carthago verwoest. 23 jaar later is het weer helemaal opgebouwd. En we hebben ons bekend Kamerlid, Marianne Thieme, die dus haar spreekbeurten altijd eindigt met het feit dat ze verder van mening is dat er een eind moet komen aan de bio-industrie. Ja? Nou Cato heeft zijn zin gekregen, zij nog niet. Maar mogelijkerwijs dat de bekende stikstofproblematiek ons gaan helpen om daar inderdaad controle over te krijgen en het terug te brengen naar meer dierwaardige omstandigheden. Om te zien dat dat denken een enorme kracht heeft, dan moeten wij eigenlijk een aantal min of meer technische dingen met elkaar bespreken. En ik ga proberen om dat redelijk rustig op te bouwen. Mocht het niet zo zijn, onderbreekt u mij. Stel gewoon uw vragen, want het is uiterst van belang dat u dat stapsgewijze plan wat ik heb bedacht, ja, voor u duidelijk is. Nou ben ik zelf al wat langer ermee bezig, dus het zou best kunnen zijn dat het voor mij heel duidelijk lijkt, terwijl het eigenlijk misschien helemaal niet duidelijk is voor u. Ja? Een van de meest essentiële dingen die u vindt in de theosofie, in de theosofia, de wijsheid der goden, is wat wij heel kort door de bocht het bewustzijnsuitgangspunt noemen. Dat wil dus zeggen dat bewustzijn essentieel is. En dat is in onze samenleving van materieel denken nog wel eens een statement. Waar komt die gedachte vandaan? Want ik moet eigenlijk aan u uitleggen, wat is dan bewustzijn? Waar komt het vandaan? Welke universele wijsheid ligt er aan de grondslag om eigenlijk deze stapjes wat op te kunnen bouwen?
In de Theosophia vindt u drie grondstellingen. U vindt die grondstellingen eigenlijk ook terug in elke grote wereld, filosofie en religie. Als u Plato pakt, het boeddhisme, het jodendom, de islam, het christendom, u vindt deze gedachten eigenlijk allemaal terug. Met dat grote verschil dat die oude filosofische stelsels en religies in een aantal gevallen, als het ware door verkeerde interpretatie en vertaaltechnieken, langzamer zeker als het ware aan helderheid hebben verloren en in een aantal gevallen zelfs tot dogma's zijn vervallen en men weet eigenlijk niet meer waar het vandaan komt. Als u een enthousiaste studeerder van Plato en het boeddhisme, kan u daar dat allemaal terugvinden. Dat is geen enkel probleem. En die eerste gedachte, dat eeuwige, onveranderlijke, oneindige, is eentje die u heel makkelijk terugvindt. Die vindt u terug in het jodendom, u vindt hem terug in Plato, u vindt hem terug in Lao Tse, u vindt hem terug in het christendom en u vindt hem terug in de islam. Dat is geen enkel probleem. In Lao Tse, het meest korte en krachtige, Lao Tse noemt dat Tao en zegt dus eigenlijk, het Tao wat genoemd kan worden is niet het ware Tao. In de islam mag je het niet tot uitdrukking brengen, het al, het jodendom, zegt eigenlijk alleen maar dat je ernaar mag verwijzen, maar de echte naam nooit mag noemen. En je vindt eigenlijk deze gedachte dus eigenlijk overal terug. Maar het gaat erom dat er één universeel iets is waar we allemaal toe behoren, wat we in essentie allemaal zijn en wat wij als mens als het ware dus gedeeltelijk tot uitdrukking kunnen brengen met onze kwaliteiten van mens zijn. Een andere basisgedachte die u terugvindt in die Theosophia, in die wijsheid der goden, is cycliciteit. Er is altijd beweging. Er is altijd een cyclische beweging van komen en gaan. Van rust en activiteit. En je zou kunnen zeggen, het is een natuurlijke beweging van eb en vloed. Zodra men voldoende activiteiten heeft gehad, dan heeft men behoefte aan rust. En als je voldoende rust heeft gehad, dan heb je het gevoel van, er moet weer eens wat gaan gebeuren. En dan een andere, die natuurlijk voortkomt eigenlijk uit die eerste, is dus die fundamentele gelijkheid. Al die wezens die wij maar zien, zijn in essentie fundamenteel gelijk. We hebben allemaal absoluut gezien dezelfde mogelijkheden. Alleen we zijn niet allemaal even ver in die mogelijkheden tot uitdrukking te brengen. Dat is een belangrijke gedachte. Die moeten we goed vast zien te houden. Als je dus deze gedachte vasthoudt, ja, dan is alles is deel van het ene universele. Alles heeft dus oneindige mogelijkheden. Dus eigenlijk als theosoof, als studeren van die Theosophia, kan je dus nooit zeggen van dit kan niet. Want het is gewoon een kwestie in feite van tijd en voldoende aan werken. Ja? Alles heeft die principiële gelijkheid. Ja? En elk wezen is in zijn uitdrukkingsvermogen maar in staat om daar een begrensd deel van tot uitdrukking te brengen. We zijn allemaal ergens een punt in dat groeiproces om die oneindigheid tot uitdrukking te brengen. En om oneindigheid tot uitdrukking te brengen, hebben we ook oneindige tijd nodig. Dus we hebben nog een hele aardige klus voor de boeg. Dus we spreken allemaal dat universele op een beperkte manier tot uitdrukking. En we zijn allemaal onderhevig aan de wetmatigheden die er zijn in dit hele universele gebeuren. Als wij praten in onze samenleving over het woord bewustzijn, dan zou je dat even heel los kunnen zien als bewust van iets zijn. Ja? Maar het woord in onze samenleving betekent eigenlijk nog een hele hoop andere dingen meer. En dat wordt eigenlijk nog wel eens, om zo te zeggen, terecht en te onrechte gebruikt. Het is heel goed om te realiseren dat het een werkwoord is. Oftewel, het vereist activiteiten. Het je realiseren dat je van iets bewust bent, vereist spiegeling in je denken met hetgeen waar je dus als het ware op dat moment mee bezig bent. En er zijn dus
verschillende niveaus van kwaliteiten die ik u straks nog allemaal in feite dus verder ga uitleggen. Nou, we gaan eens even kijken. Wat kunnen wij in feite zeggen daarvan? Plato, vind ik, helpt ons nog het beste. Bewustzijn is het vermogen tot ageren en reageren. Oftewel, daar dus een rol in spelen. Als u deze gedachte neemt, en u kijkt wat we hiervoor gezegd hebben, dat we allemaal een deel zijn van dat grote geheel en dat dus ook op een bepaalde manier tot uitdrukking brengen, ja, dan kunnen we dus realiseren, als we om ons heen kijken, dat we vele vormen van dat bewustzijn zien. Chemische reactie is ook een vorm dat atomen met elkaar een relatie aangaan en samen een elektron delen die ze af en toe even mogen vasthouden en dan weer aan elkaar overgeven. Dat is ook een vorm van ageren en reageren. Moleculen opbouwen is een vorm. Ja? Het hele groeien van het plantenrijk. Planten die elkaar wederzijds beïnvloeden. Bomen die elkaar wederzijds beïnvloeden. Het hele getijwerking van de aarde en de relatie die het op ons heeft. Als je dus definitie neemt, en dat is dus eigenlijk, vind ik, ook het mooie van deze definitie van Plato. Hij is heel universeel. En maakte ons eigenlijk gelijk los van die beperking die we hebben door te zeggen alleen mensen denken. Alleen mensen hebben bewustzijn. Nee, als je deze definitie neemt, kan je bij mij weten niets vinden wat niet reageert en ageert op elkaar. Kijk je in de melkwegstelsels, dan zie je dat die een relatie met elkaar hebben. Kijk je in hoe cellen met elkaar omgaan, zie je dat ze een uitwisseling kunnen hebben. En als je kijkt hoe cellen dat doen en hoe melkwegstelsels dat doen, dan moet je eigenlijk tot de conclusie komen dat daar een behoorlijke overeenkomst zit in dat proces. Dus alles is bewustzijn. Er is geen tweedeling in de natuur. Er is niet zoiets als geest en stof. Ja? Alles is dus in feite bewustzijn. We praten over geestelijke dingen, over denkvermogens, of we nou praten over stof, of we nou praten over energie, of we nou praten over leven, of we nou praten over kracht. Het zijn allemaal uitingsvormen van ageren en reageren. Het zijn allemaal uitingsvormen in feite van bewustzijn. En dat bewustzijn is in essentie, niet in de praktijk, maar in essentie heeft dat de oneindige mogelijkheden. Ja? Het is dat vermogen voor waarnemen en reactie, wat kan groeien tot in die oneindigheid. Bijvoorbeeld, een hele belangrijke conclusie in dit geval is, bewustzijn is leidend, ja? En als we kijken naar onze algemeen materiële opvatting, waarvan wij zeggen, wij denken met onze hersenen, zeggen we, nee, dat is niet zo. Die hersenen, die cellen zijn op zich ook wezens, die zijn ook bewustzijn. Die zijn een soortement tussenfunctie tussen ons denkproces en de waarneming met die uiterlijke wereld. Maar ook de sturing naar die uiterlijke wereld. Maar ook een interpretatie van de beelden die we dus via onze zintuigen dus binnenkrijgen. Ja? Elk wezen, wat bewustzijn is, en dat zijn natuurlijk alle, is hiërarchisch samengesteld. Er is geen één bewustzijn te vinden wat maar bestaat uit een superabstractie, één element. We zijn allemaal een complexe vorm van samenwerking van allerlei verschillende kwaliteiten van wezens waar we dus eigenlijk een langere of een kortere relatie mee opbouwen. Hier komen we al een klein beetje in de richting welke invloed ons denken heeft. Ja? Dus elke manifestatie van het ene bestaat bij definitie uit een hiërarchische samenwerking van een onnoemelijk aantal andere manifestaties, andere bewustzijnen. Kijk maar gewoon als menselijke denken. Met hoeveel cellen werken we samen? En dan praat ik nog ineens over de gedachtebeelden die we hebben, maar ik houd het even makkelijk om zo te zeggen, waarneembaar. Hoeveel cellen hebben we? Hoeveel cellen, als het ware, als we zouden moeten tellen? Nou, ik heb getallen gelezen, die lopen in de miljarden.
Ja? Maar daar hebben we allemaal een relatie mee. Dat is dynamisch. Want onze samengesteldheid is niet een statisch iets. Het is niet zoals je geboren hebt, dat je dus 4 miljard cellen hebt en al die lui die blijven bij je. Ja? Het is een heel dynamisch proces. Er zijn een aantal die vinden het fantastisch bij me en blijven ook hele lange tijden bij me. En er zijn er een aantal die zeggen, nou, voor geen millimeter, zo snel mogelijk weg hier. Ja, dus dat is erin en eruit, om zo te zeggen. En alle nuances daartussen. Als je kijkt naar die menselijke samenleving, dan gebruik ik even dit vrij bekende schema van de driedeel. U heeft het ook op onze symposium kunnen zien. Waarin we praten over het onvergankelijk deel, een lerend, reïncarnerend deel en een vergankelijk deel. En het is eigenlijk deze combinatie waarin wij als menselijke wezens, als het ware, in ons denkproces, en als wij dus moeten spreken over waar zitten wij als menselijk wezen, dan is dat, om zo te zeggen, de essentie van ons. Ik ga het straks nog verder uitleggen. Maar dat is hetgeen wat bepaalt wat we zijn en waar we sturend in kunnen optreden als we dat op een juiste manier doen. We gaan even door, dus hou even die gedachtes vast van die samengesteldheid. Ja? Dus wat voor ons verder geëvolueerd is, wat verder is in bewustzijn dan ons mens zijn, noemen wij over het algemeen spiritueel. Ja? Dat kunnen Boeddha's zijn, aan de ene zijde, in de vormen van zelfbewustzijn. En dat kunnen, bij wijze van spreken, hele primaire wezens zijn in de richting van dus minder ver ontwikkeld in die uitdrukking, maar wel van die spirituele gebieden. Ja? Minder ver geëvolueerde ervaren wij voor ons als materie, maar het zijn in essentie altijd levende wezens. Kijkt u naar mineralen, hoe traag hun processen ook gaan, er is in feite altijd wel verandering en groei. Ja? En het bewustzijnsuitgangspunt wil zeggen dat het lagere geleid wordt door het hogere. Dat is dus even een basisconclusie die we even heel goed vast moeten houden. Dus er is een hiërarchische structuur en het hogere stuurt het lagere. Wij met ons denken en onze denkpatronen, om het heel simpel te houden, sturen in feite de fysieke processen van ons lichaam. Er zijn er een aantal dingen die automatisch verlopen, daar hoeven we ons geen zorgen over te maken, hartslag en bloeddruk en zo. Dat gaat meestal automatisch, tenzij we ons daar toch op een of andere manier mee beginnen te bemoeien. En dan gaat het meestal dus niet zo erg goed meer, ja? En die communicatie tussen die hogere en die lagere vindt plaats door resonantie. Oftewel, alles heeft dezelfde eigenschappen, niet alles is op hetzelfde niveau, maar er vindt toch dus in feite vanuit het hogere een zekere karakteristiek, na de pauze leg ik dat verder uit, die in het lagere ook aanwezig is en daardoor wordt als het ware geactiveerd en aangestoten. Ja? Resonantie kennen we allemaal in de natuurkunde als een van de meest bekende processen. En in de tijd dat we vroeger nog op schommels zaten en daar graag mee speelden, maakten we allemaal gebruik van het resonantie-effect. Op het moment dat de schommel flink was uitgeslingerd, maakte een beweging, waardoor we er weer een extra push aan gaven, waardoor de uitslag steeds groter en groter werd, totdat we niet meer konden of totdat het fout ging. Materie en geest zijn dus relatieve uitdrukkingen. Je kan zeggen, materie is gekristalliseerde geest voor ons, ja. Aan beide zijden is een beperking in onze waarneming. We kunnen naar hogere gebieden tot een bepaald niveau waarnemen. En we kunnen tot lagere gebieden, maar tot een beperkt niveau waarnemen. Voor de meesten van ons is het niet mogelijk om lager te kijken dan het kristallengebied, het elementale rijke en dat soort dingen meer. Dus, en dan, ja, dan valt het eigenlijk buiten onze waarneming en kunnen we alleen nog maar kijken naar afgeleide processen. Ik wil het even hierbij houden voor de pauze. Na de pauze gaan we dus direct het denken induiken, hoe dat werkt. Maar dan heeft u hetgene wat u nu gehoord hebt nodig om te realiseren hoe dat dus voor de pauze en na de pauze als het ware bij elkaar getrokken moet worden om te realiseren
dat u, als u vanavond weggaat, de mogelijkheden hebt gehoord hoe uw leven veranderd kan worden naar uw eigen wensen. Vragen erover? Ja, gaat maar. Kom je na de pauze nog terug op de relatie tussen denken en karma? Want als het denken dus je leven bepaalt, ja, welke invloed heeft karma dan daarop? Heel weinig, want dat is eigenlijk voor mijn collega in de volgende serie. Maar het is niet te mijden hoor, ik zal het ook wel uitleggen. Dus, maar ik ga het niet heel uitgebreid daar verder op in. Ja? Maar natuurlijk, want als dat niet zo zou zijn, ja, dan zou je hooguit... Is het willekeurig dan? Hoe ga je dan sturen? Hè? Als er geen echte duidelijke oorzaak en gevolg is, ja? Andere vragen? Ja, de functie van de hersenen. Ja. Dat zit binnenin, het verhaal wat je zei. Er is een denk- of een waarneming. Ja. Nee, ja. En dat wordt via de hersenen wordt dat bekendgemaakt. Hè? Dan kan je iets zien. Maar... wat voor functie hebben die hersenen dan tussen dat geestelijke en dat materiële deel? Eigenlijk een soort van vertaalslag. Hè? In de moderne computerwereld noem je dat een interface. Ja? Iets wat tussen de ene zit. Weet u, het is natuurlijk zo, een van de grootste problemen die we eigenlijk hebben om dit goed voor te stellen, is dat we eigenlijk altijd denken, dit lichaam ben ik. Maar het is niet zo. We zijn dat lichaam niet, we hebben een lichaam. Het is een instrument, ja? Maar we zijn zo gewend om door de ogen waar te nemen, ja, en te interpreteren en te ontvangen, dat we eigenlijk ons zo sterk daarmee vereenzelvigen, dat we dus denken, we zijn dit lichaam en verder niks. Als menselijke denkers zouden we in principe eigenlijk zonder dat lichaam kunnen functioneren. Als we dus verder ontwikkeld zijn, kan dat ook. Ja? En als je kijkt gewoon naar onze slaapactiviteiten, ja, vindt dat eigenlijk plaats op een heel ander gebied dan op het stoffelijke, fysieke, uiterlijke gebied. En het kan bij wijze van spreken net zo intensief zijn als wat we in het dagelijks leven ervaren en waar we dus mee maken. Dus dat is een van die situaties waar we mee zitten. We ervaren die wereld die we eigenlijk benaderen door onze zintuigen. En dan gaan we dus nog even niet uit van het feit dat we dus vanuit die esoterische wijsbegeerte zeggen dat we meer zintuigen hebben dan ogen, oren, smaak en tast en al dat soort dingen meer. Maar dat we dus door onze zintuigen eigenlijk zeggen van, nou, dit is dus die werkelijkheid. Ja? Dat is eigenlijk natuurlijk kijken naar die achterwand waar die schaduwen op voorbij komen. En een hele hoop dingen, die kunnen we daar natuurlijk best wel direct relateren. Ja? Maar ik gaf dus het voorbeeld van je waarneming kleurt je waardering van de situatie. Nou, er is natuurlijk geen beter voorbeeld als elke voetbalwedstrijd. De helft van het stadion ziet een andere wedstrijd dan de andere helft. Ja? Want de een is voor club A en de ander is voor club B. Die groep die zegt van, ik kom hier voor het zuivere mooie voetballen, is in feite maar een hele kleine groep als die er zit. Ja? Maar je zit allemaal met een bepaalde kleuring te kijken. Je interpreteert hetgeen wat gebeurt. En dat gaat heel ver. Er is een heel leuk filmpje van basketbalwedstrijd in Amerika. Het is echt een topwedstrijd aan het eind van het seizoen. Dan gaat het er echt om wie wordt kampioen. En iedereen is zo gespannen in die laatste fase wat er gebeurt, dat niemand ziet dat er in feite een beer over het veld loopt. Daarna worden mensen geïnterviewd en gevraagd van, wat heb je nou gezien in de wedstrijd? Is je nou wat opgevallen? Niks. En ze kunnen zo een video afdraaien dat daar dus een man in zo'n berenpak gewoon van de ene kant naar de andere kant loopt. Men ziet het gewoon niet. Ja? Er is ook een oude gezegde uit het hindoeïsme. Het is niet het oog wat ziet, maar het is wat ziet door het oog. Het is niet het oor wat hoort, maar het is wat hoort door het oor. Ja? Oftewel, het zijn dus hulpmiddelen die je in feite aanstuurt. Ja? Ja? Nou, Herman, je had net iets over met slapen. En toen bedacht ik me opeens, als je nou droomt, dan neem je eigenlijk ook iets waar.
hè, je hebt een droom en misschien is dat heel onbewust, maar ik vroeg me even af, is er dan toch ook nog sprake van een uitwisseling of een beïnvloeding? Wat met wie? Nou, met hetgene je waarneemt eigenlijk, maar... Dat ligt er dan. Sommige dromen, die kan je als je wakker wordt herinneren en kan je je afvragen wat is de waarde ervan. Maar er zijn ook best wel momenten dat je, als het ware, dat je wakker wordt en dat je je realiseert, ik heb gedroomd. En dan hoeft het maar 1 of 2 minuten te duren en je bent in feite al die droom kwijt. Waarom? Omdat dat gewoon op feite op een gebied is waar je niet in staat bent om wat je waar hebt genomen, als het ware, handen en voeten te geven. Hè? Dus eigenlijk herkenning mee te hebben. Dat is hetzelfde als je een klein kind meeneemt naar een college over wiskunde. En de prof die staat daar uitgebreid wiskunde te leggen. En je gaat met het kind door die zaal heen. En je vraagt, vertel nou eens, wat heb je gehoord? Je kan absoluut niet reproduceren wat die professor heeft staan zeggen. Ja? Omdat het gewoon de training totaal niet had om daar op een of andere manier waarde aan te geven en herkenning aan te hebben. Ja? Herkenning is natuurlijk een belangrijke factor. En dat kan je dus gewoon krijgen door training. Als je gewoon al je opleidingen volgt, kan je in een gegeven moment kan je dus zo'n college wiskunde kan je wel volgen. Ja? Het kan best zijn dat het nog moeilijk is. En dat je best nog wel een hoop inspanning hebt om dat op te pakken. Maar dat is een kwestie van goed vasthouden en jezelf dus geschikt voor maken. Ja? Als je theosofie bestudeert en je doet dat voor de eerste keer. En je bent zo enthousiast dat je de geheime leer pakt en die 1200 bladzijden, of wat is het, even wil doorlezen. Nou, dan kom je een hele hoop dingen tegen dat. Dat gaat voorkomen aan je voorbij. Daar heb je gewoon een hele lange tijd en in feite een denkswitch voor nodig om langzaam maar zeker te zien wat staat daar nou en welke waarde heeft dat, ja? En dat is ook met dromen zo. Ja, gaat gewoon. Ja, toch als ik zit soms zelfs bij lezingen, workshops en dan denk ik van, ik heb dan alle lust om gewoon te luisteren. Dingen die ik niet begrijp, dat laat ik inderdaad langs me heen gaan. En op een gegeven moment hoor je het nog eens een keer ergens anders. En dan denk ik, hé. En dat zeg ik ook altijd tegen mijn studenten. Van, maakt niet uit, want als ik ze moeilijk kijk en dan gaan ze gefrustreerd raken. Ik zeg, als je het niet begrijpt, begrijp ik het niet. Klaar. En wat is, hoe zou je dat dan uitleggen? Want dan heb ik het gevoel dat het, ik zeg altijd, het is in mijn cellen opgeslagen. Maar mijn brein of intellect doet dat. Nou, ik denk dat u daar nog niet zo heel veel mee mis zit. Want als u realiseert dat u eigenlijk als bewustzijn die oneindigheid in u heeft, ja, is dat in principe ook zo dat eigenlijk alle kennis je al bezit. Ja, een leraar ga je niet iets geven wat je niet hebt. Nee, een leraar die doet als het goed is dat resonantieproces ontstaan waardoor in jouzelf herkenning ontwaakt van die waarheden. Ja? En daar is herhaling voor nodig. Zoals elke training. Ja? Als je fantastische spierbundels wilt hebben, dan zou je dus 3 keer per week moeten zweten. Als je een fantastisch mentaal en boeddhisch inzicht wilt hebben, zal je ook 3 keer per week moeten zweten, maar wel op een ander gebied. Ja? Ja, dus dan is het niet bodybuilding, maar boeddhibuilding. Ja? Maar het is net zo waar. Ik bedoel, als je zegt, ja, dit is te moeilijk hoor, laat me liggen, dan zal het niet lukken. Als je denkt van, nou, moeilijk, ga het nog eens lezen, en weet je wat, ik denk erover na, straks zal ik u uitleggen hoe dat proces nog meer werkt, en je geeft jezelf na een weekje weer de tijd, want nou, toch nog eens even nakijken. Ja, wacht even, nou begint er een klein beetje, ja, ik denk wel dat ik het door heb. Ja, en zo groeit dat proces. Dus in principe kan je alles leren, ja? Je moet alleen een beetje geduld hebben. Ja. Maar je hebt je oneindigheid voor je, dus daar zou je je zorgen over maken, ja? Wat zei je? Geduld hebben en je inspannen. Ja, maar het hoeft geen eens een inspanning te zijn met een negatieve betekenis, maar het kan ook zijn, juist heel interessant zijn. Ja, van, hé, hoe zit dat nou in elkaar, ja? Volgende vragen? Andere vragen? Maak u zich geen zorgen, want voor dat hele trainingsproces hebben wij dus op de planning staan om daar 14 avonden met u over te praten. Eens in de 14 dagen, en dat noemen wij onze cursus Anders Denken, dus er zijn mogelijkheden. Ja? Maar na de pauze
gaan we even over dat denken praten. Even. En gaan we die twee dingen even koppelen met elkaar. Ja? Nu dus even een momentje pauze voor u. Wat is denken? Denken zoals wij dat eigenlijk gebruiken, is een typische bewustzijnskarakteristiek van de mens. Mens komt van eigenlijk het woord manas en dat betekent eigenlijk denker. En dat is een heel belangrijke gedachte. Want heel vaak wordt in onze samenleving onder het denkproces alleen maar verstaan 2 keer 2 is 4. Eigenlijk het intellectuele aspect van het denken. Ik zal straks die onderscheid nog wel maken. Maar wij zeggen in de Theosophia, denken is typisch de manier zoals een menselijk wezen met zijn bewustzijn en zijn reflecties daarvan omgaat, werkt en daarin acteert en reageert. Hebben andere bewustzijnsvermogens ook die mogelijkheid van actie en reactie? Ja, natuurlijk. Noemen we dat denken? Nee. Als je kijkt naar dierlijke bewustzijnen, dan hebben die alle mogelijke eigenschappen. Ook hun processen van actie en reactie. Maar dat typische manier van denken, zoals wij dat in het menselijke hebben, dat hebben ze niet. Maar wel op hun niveau hebben ze vergelijkbare processen. Ja? U zou natuurlijk in het algemeen kunnen zeggen, er zit ten alle tijde kennis en inzicht. Mogelijkerwijs in beperkte mate of zelfs in hele veel grotere mate als we praten over bewustzijnen die verder ontwikkeld zijn dan de mens. Ja? Als je kijkt naar mijn lievelingsvoorbeeld is altijd de bever die dammen weet te bouwen. Maar hij zwemt niet rond met een rolmaat en een blauwdruk. Om te kijken van hoe lang de stammen moeten zijn en waar ze afgezaagd of geknaagd moeten worden enzovoort. Dat doet hij uit een ander aspect van zijn bewustzijn. Maar hij doet het wel. En hij weet de meest fantastische dammen te gebruiken. Ja? Of maken. Dus die vraag krijgen we natuurlijk heel vaak. Van denken dieren ook? Nee, dieren denken niet. Dat typische denkproces wat de mens heeft, dat reflecteren en al dat soort dingen meer. Dat heeft een dier niet, maar wel heeft hij iets wat lijkt op zijn gebied. Maar dat geldt voor dieren, dat geldt voor planten, dat geldt voor bomen, dat geldt voor mineralen, ja, insecten, noem maar op. Wat is dan eigenlijk dat denken? Dat denken is eigenlijk het in staat zijn van waarneming doen op het van gedachtebeelden. Van gedachtebeelden, ja. Hou in gedachten dat alles leeft, dus die gedachtebeelden zijn ook levende wezens. Ja? En er gaat dus ook een kracht van uit. Die gedachtebeelden zijn levend en ze gedragen zich ook nou uiteraard dienovereenkomstig hun karakteristiek. Ja? En je kan je dus afvragen via welke zintuigen nemen ze in feite dan waar. Wij doen dat wat wij noemen met het denkproces. En als je in de wetenschap kijkt, dan wordt dat denkproces in 9 van de 10, of misschien zelfs wel in 99 van de 100 gevallen, altijd vertaald naar hersenactiviteit. Ja? Hersenactiviteiten zijn alleen maar een uitdrukking ervan dat daar dus iets plaatsvindt, maar is niet het echte denkproces op zich. Ja? En wij gebruiken dan ook andere zintuigen dan dus alleen maar die uiterlijke fysieke zintuigen. Ons denkproces heeft ook zo zijn eigen zintuigen. Wij kunnen dus waarnemen, als het, om zo te zeggen, op niet-materieel gebied. En we realiseren niet dat dat ook een vorm van zin is. Als ik hier sta te praten, of ik bereid een lezing voor, dan zie ik eigenlijk in mijn denkwereld, zie ik allemaal beelden ontstaan van wat ik moet zeggen en hoe dat aan elkaar geplakt moet worden enzovoort. Toen ik van de zomer in Spanje was en daar dus een paar dagen training deed met een aantal theosofen daar, hadden we uiteraard natuurlijk een tolk nodig. En die dame had op een gegeven moment in de gaten
Oh, je bent heel makkelijk te vertalen. Dat is geen enkel probleem. Het enige wat ik moet doen, is even rustig wachten tot het hele beeld overkomt. Dus zij was in staat, uit gewoon wat ik aan het praten was, dat beeld op te pakken wat ik voor ogen had. En ze kon het zo in het Spaans vertalen. Dat ging veel makkelijker als mensen waar ze dat niet mee kon. Bij mij op een of andere manier kon ze dus een klein beetje dus aftappen. Zou ik haar zeggen, ja? Maar dat is heel van belang. Gedachten zijn dus ook levende wezens, hebben dus ook een kracht. En dan komen we al een stapje dichterbij. Dus als je die gedachten activeert of deactiveert, heeft dat invloed in feite op hetgeen wat voor invloed ze op je uitoefenen. Of, eigenlijk moet ik zeggen, de invloeden waar je jezelf comfortabel mee voelt, die je mogelijkerwijs opbouwt en waar je dus samenwerking mee opzet. Hoe gaat dat? Zender en ontvanger is het meest fantastische voorbeeld. Technisch voorbeeld. Een zender heeft een bepaalde kracht, heeft een bepaalde reikwijdte, is in staat om te zenden op een bepaald frequentiegebied. Ontvangers dienen daarop afgestemd te zijn en dienen ook gevoelig te zijn om te kunnen ontvangen. En als ze erg ongevoelig zijn, dat als dan de uitzending niet krachtig genoeg is, komt het beeld niet over. Dit is eigenlijk, als je kijkt naar de formules die gebruikt worden voor zender en ontvangers, kan je die bijna gewoon loslaten op het hele denkproces. Dus wij als denker zijn zowel zender als ontvanger. Dus op hetzelfde moment als we dingen denken, dan zenden we uit. En als we ons even rustig opstellen, dan krijgen we dus in feite gedachtenbeelden binnen. Als je een partner hebt waar je erg vertrouwd mee bent, dan kan het best eens zijn dat je geen woorden hoeft te gebruiken en eigenlijk al weet wat er dus voor gedachtenbeelden heersen en wat je wil en wat je niet wil. Ja? Of je hebt maar een enkel woord nodig om dus eigenlijk een heel verhaal duidelijk te maken. Althans, dat lukt met mijn partner heel goed. Dat is geen enkel probleem. Het enige waar we nog niet geleerd hebben, als zij op afstand gebaren maakt, dan kom ik er nooit uit. Dan begrijp ik nooit wat ze bedoelt. Dus wij moeten op een andere manier communiceren dan met gebaren, want dat gaat niet goed. Ja? Wat zeg je? Ik ben benieuwd naar de reactie vanavond hierop. Dat gaat communicatief. Niet met gebaren. Niet met gebaren. Ja. Nee, maar het is een bekend verschijnsel. Dat weten we al lang van elkaar. Maar even dit verhaal van zender en ontvanger. Dus dat wil zeggen dat wij communiceren met die gedachtenbeelden. Wij stralen uit. En waar zou die invloed onder andere naartoe gaan? Naar al die andere bewustzijnen waar we mee samenwerken. Ja? Gaat het dan in principe ook naar de morfische velden? Je zou dat kunnen noemen, ja. Dat is typisch een uitdrukking van Sheldrake. Sheldrake heeft een interessante proef gedaan. En dat is eigenlijk wel leuk om hem even aan te halen. Sheldrake heeft een proef gedaan om het bestaan van morfogenetische velden aan te duiden. In de theosofie noemen we dat gewoon het astrale licht of het astrale gebied. Maar het heeft een gebied met enorme reikwijdte. Ja? Van heel dicht bij het materiële tot heel spiritueel. Dus je kan nooit zeggen, oh, dit is astraal, dus dat stelt niks voor. Of, hé, dit is astraal, dat is fantastisch. Morfogenetische velden van Sheldrake. Wat heeft hij gedaan? Ik had hem eigenlijk niet ingepland, maar ik zal hem even proberen kort uit te leggen. De Times had elke ochtend een kruiswoordpuzzel in de krant. Diezelfde Times kwam dus 's ochtends uit in Londen en in de namiddag in Edinburgh. Ja? Hij had dus een groep mensen genomen, die heeft hij in afzondering gezet, geen communicatie met de buitenwereld, en hij liet ze die kruiswoordenpuzzel oplossen. Datzelfde had hij gedaan in Edinburgh en hij liet die mensen ook dat kruiswoordenpuzzel oplossen. Wat bleek nou, na een aantal puzzels, dat de mensen in Edinburgh sneller waren in de oplossing dan de mensen in Londen. Waarom? Als Londen dat had gedaan, bestond de oplossing, het gedachtebeeld oplossing, bestond. En wat krijg je als je namelijk je denken concentreert, en dat is eigenlijk wat ik bedoelde met te zeggen van leren.
als je je denken concentreert van hier wil ik wat meer van weten, tas je dus eigenlijk al die gebieden af waar over dat onderwerp gedachtebeelden zijn opgebouwd. Ja? Wil je Einstein begrijpen? Je zit erover te lezen. Ben je eigenlijk bezig om het gedachtebeeld wat Einstein heeft opgebouwd en wat op dat astrale gebied is opgeslagen, op te zoeken en af te tasten? Ja? En dat wil niet zeggen dat je zegt in één keer van, ha, bingo, ik heb het. Nee, je moet eigenlijk ook in staat zijn om die informatie te ontvangen, dat is één, maar ook die informatie te kunnen interpreteren. Ja? Studeer je theosofie? Exact hetzelfde proces. Eigenlijk bestaat leren uit dit proces. Ja? Dus het leren betekent dus eigenlijk in dit geval dus ook dat je mensen stimuleert om over de vraagstukken die ze hebben na te denken, sleutels te geven, waardoor ze hun zender beter kunnen tunen en beter kunnen ontvangen. Helemaal aan het eind van het seizoen hebben we nog een lezing over het esoterisch onderwijs. In het hele verhaal van over mysteriescholen. Maar dat is in principe eigenlijk wat plaatsvindt. Dus als wij communiceren met elkaar, dan zijn de woorden eigenlijk niets anders dan de wat grove uitdrukking van de gedachtebeelden die we hebben opgebouwd. Ja? Maar alles is een levend wezen, hè? Dus we kunnen ook op gedachtes reageren. Ja? Je kan ook in bepaalde gebieden komen, waardoor je dus als het ware ook allerlei gedachten binnenkrijgt die je niet zo prettig vindt. Ja? Mijn voorbeeld is altijd de wachtkamer van de tandarts. Ik heb een uitstekende tandarts. De dame is fantastisch. Ik heb geen enkel probleem om naartoe te gaan. Maar de meeste mensen hebben toch nog wel iets van, nou, moet naar de tandarts. Daar gaan we weer. Ja? En dan zit je in die wachtkamer. En dan hoeven er maar een paar geluidjes door te komen uit de behandelkamer. En er begint al een beeld te ontstaan van, nou, dit hoef ik eigenlijk niet. Ja? Maar je weet, je moet blijven zitten, want het is verstandig om toch iets aan die desbetreffend probleem te doen. En als je wegrent, dan heb je alleen maar een groter probleem. Dus het rationele overwint duidelijk van de emotionele ontvankelijkheid die dan ontstaat. Ja? Dat wil dus zeggen dat wij controle hebben over de instroom en de uitstroom. En die uitstroom controleren is eigenlijk net zo belangrijk als die instroom controleren. Want als we ervan uitgaan dat dus die uitstroom ook gevolgen heeft, dan kan het best eens zijn dat je veel beter een aantal dingen niet kan denken dan dat je zegt, nou, ik denk ze wel, maar ik doe er niks mee. Want denken is eigenlijk al die primaire stap en kracht die in principe plaatsvindt. Ja? Wij zeggen eigenlijk in die theosofie, 80-90% van de energie zit in het gedachtebeeld en de uiterlijke handeling is in feite maar een verdere detailuitvoering van de gedachten die er zijn. Ja? Dus als u, zoals die bijlendief, een negatieve gedachte heeft over uw buurman, realiseert gewoon dat daar een invloed van uitgaat. Dus dat denken heeft een paar karakteristieken. Dat is dus onbewust denken. Dat is zoiets van, ik zet mijn ontvanger gewoon open en alles wat binnenkomt is goed. Of alles wat ik denk, ik zeg het gewoon, ik doe het gewoon en dat kan naar buiten. Nou, daar hoef je niet zo heel lang over na te denken dat dat nog wel eens wat ongenuanceerde effecten kan opleveren. Ja? Ja, maar Herman, ja? Dat doe je volgens mij als je niet bewust bent. Ja, daarom dat ook onbewustheid. Van het feit hoe het denkproces verloopt. Nou, ik wil de uitdaging met je aangaan. Dat als je weet hoe het denkproces verloopt, nou ja, niet dat, of je dat in alle gevallen ook doet. Ja? Nee, ik zeg al, niet dat ik het zo goed weet, maar. Nee, wat ik bedoel te zeggen is, ja, als je weet dat het onverstandig is om onbewust te denken en alles maar binnen te halen en uit te zenden, dan zijn er toch nog wel een hoop situaties, ondanks dat je weet dat het controleerbaar is en dat het trainbaar is enzovoort, dat er toch nog wel eens dingen naar binnen komen of naar buiten gaan waarvan je denkt van ja, had ik beter voor me kunnen houden. Ja? Dus bewust denken wil in feite zeggen actief onderzoek, ja, en zelftraining.
beheersing van die zender en die ontvanger. Leren tunen. Wat wil ik wel, wat wil ik niet. Ja? Om dat goed en helder op het netvlies te krijgen, kennen wij in de theosofie 7 karakteristieken. Wij praten dan eigenlijk in dit geval over die 7 karakteristieken van het denken. Maar die gaan eigenlijk op voor alles. Voor goddelijke wezens, voor menselijke wezens, voor dierlijke wezens. Die 7 karakteristieken vind je terug in het materiële van de bewustzijn. Je vindt het in de spirituele. Overal spelen deze 7 karakteristieken een rol. Maar het zijn karakteristieken. Wat wil ik daarmee zeggen? Het zijn zoals de 7 tonen in een octaaf. Dat is eigenlijk een abstractie. Als ik zeg de A-toon, heden te dagen is dat 440 hertz, dan kan je je daar iets bij voorstellen, maar je weet nog niet hoe het klinkt. En als je denkt van hoe zou dat klinken, dan heb je een instrument nodig. Piano, viool, trombone, blaasinstrument, klarinet, vul maar in. En al die instrumenten blazen dezelfde toon aan en hebben toch een andere karakteristiek, een andere kleuring, die je toch ervaart als die toon. Waarom zeg ik dit zo uitgebreid? Dat je niet de fout maakt dat een mens bestaat uit 7 karakteristieken. Ja, hij brengt 7 karakteristieken tot uitdrukking op verschillende niveaus. Ja, in zijn samengesteldheid. En dan komen we weer uit op dit plaatje. Ja, dat onvergankelijke, dat lerende en dat vergankelijke deel. Die 7 karakteristieken, die vallen, kan je toepassen op dit deel, op dat deel en op het onderste deel. Ja? Wij tekenen dat over het algemeen klassiek. Dit is een theosofisch klassiek schema. Vierkant, driehoek. Lagere vergankelijke kwaliteiten, driehoek, hogere en blijvende kwaliteiten. Maar die 7 karakteristieken zijn op zich weer onder te verdelen in weer 7. En dan krijg je dit plaatje te zien. Denken, hoger en lager, eenheidsbeleving, inzicht, intellect, begeerte, vitaliteit, gevoel, het fysieke. En dan ziet u duidelijk dat hier een lijn getrokken kan worden. Dit zijn de duurzame karakteristieken en dit zijn de vergankelijke karakteristieken. Als ik dat projecteer op dit schema, dan laat het heel duidelijk zien dat het lerende deel zowel hierop gericht kan zijn met deze kwaliteiten en dat het hierop gericht kan zijn met deze kwaliteit. Maar dat is een keus die wij hebben. Wij kunnen zelf bepalen als menselijke wezen, als deze samengesteldheid, waar willen we op gericht zijn? Welke toon laten we prevaleren? Welke toon wordt dominant? Ja? Je hebt natuurlijk mensen die zijn heel erg intellectueel ingesteld. En dan wordt alles teruggebracht naar, zeg maar, 2 keer 2 is 4. Logica, rekenkundige analyses en al dat soort zaken meer. Dus deze gedachte moet u vasthouden. Want daarmee kan je ook kijken met welke karakteristiek ben ik ontvankelijk voor wat. Waarom bepaalt ons denken ons leven? We hebben nu een paar hele belangrijke elementen met elkaar besproken. Voor de pauze. We zijn eigenlijk die vonk van die eeuwigheid. We zijn in een bepaalde fase van evolutie. En we kunnen ons alleen maar tot uitdrukking brengen door met al grotere en kleinere vonken samen te werken. Onze samengesteldheid zou je kunnen zeggen. Ja? Daar valt dus ook bij onze samengesteldheid van ons denkpatroon. Want al die levende wezens, die allemaal bepaalde eigenschappen verkondigen, die werken samen en die maken eigenlijk als het ware ons karakter. En dat is een hele belangrijke stap. Dus wat krijg je? Door zenden en ontvangen, aandacht geven aan, samenwerking aangaan met, levert op, versterken en verzwakken van de invloeden door voeden, CQ, aandacht. Dus voeden is niet alleen maar voedsel, maar is ook, als het ware,
eraan denken, erover nadenken, dat is energie erin stoppen, dat is eigenlijk die gedachtenbeelden dus in feite, als het ware, sterker maken. Ja? Gedachten zijn cyclisch, alle processen in de natuur zijn cyclisch, kennen allemaal dus het komen en het gaan, het eb en het vloed, het slapen en het waken, met gedachten ook. Nooit opgevallen dat je in bepaalde tijden van het jaar bepaalde gedachten hebt, die je in andere tijden van het jaar niet hebt, of in andere tijden van de week, ja? Denk je maar gewoon aan het weekend, dan denk je toch meestal aan iets andere dingen als wat je dus door de week mee bezig bent, ja? Dus dan krijg je dus ook, even goed vasthouden, de hogere gedachten, ja? Brengen dus in feite dus ook die resonantie met zich mee naar die lagere bewustzijnen. Dus gedachte is echt een wezenlijke kracht die iets veroorzaakt. En brengt dus eigenlijk dienovereenkomstig ook die lagere bewustzijnen in een bepaalde manier in beweging. Dus je kan, als je hierover nadenkt, heel goed realiseren dat ons denkpatroon, ons karakter, als het ware gewoon ook die invloed naar beneden laat doorsijpelen. Ja? En dat wij, ik heb het net al voor de pauze gezegd, de cellen hebben die typisch qua karakter ook bij ons horen. Ja? Alles vindt plaats op basis van vrije wil. Elk bewustzijn, hoe hoog en klein ook, heeft zijn eigen vrije wil en kan dus ook zeggen van, ik wil daar niet meer aan meewerken. Ja? Moet er wel een bepaalde actie voor doen natuurlijk. Wij zouden dus ook als mens kunnen zeggen van, nou die aarde, dat heb ik wel gezien. Ik ben erop uitgekeken, ik zou toch wel naar een andere planeet willen. Heb je geen raket voor nodig? Heb je alleen een lang proces voor nodig om die relatie met die aarde af te bouwen? En de relatie met een andere planeet op te bouwen. Niet zo heel eenvoudig. Dus wat zie je? Als het heelal, dus elk samenwerkend geheel, hiërarchisch wordt geleid van spiritueel naar minder spiritueel, naar materieel, zoals ik het hier heb genoemd, ja? Dan zeggen we dus eigenlijk hogere bewustzijnen met lagere bewustzijnen. En ik heb even voor het gemak een tetractus neergezet, dat je kan zien dat er in het denken, in ieder van ons, een zeer dominerende gedachte is. Dat is dan, om zo te zeggen, wat we zijn. En het is die dominerende gedachte die in feite heel veel bepaalt van wat we denken en waar we mee bezig zijn, die overeenkomstig eigenlijk op lagere samenwerkingsgebieden andere bewustzijnen, als het ware, aantrekt, om mee te werken met wat Herman Vermeulen is in zijn tetractus, oftewel in zijn piramide. Welke wetmatigheden liggen daar aan de grondslag? Dat is belangrijk om te weten, want als we tot controle willen komen, dan moeten we voor ons zien welke processen zijn dat, ja? Ik behandel in dit geval er maar twee van de zeven juwelen van wijsheid. En ik praat dus eigenlijk over cycliciteit en karma. Karma is natuurlijk typisch een Oosters begrip, maar er is geen juweel wat zo door de wetenschap wordt aangehangen als karma. Elke natuurkundige vergelijking is in feite een wet van oorzaak en gevolg. Aan de ene kant vond het eerste teken dit. Aan de andere kant vond het eerste teken dat. En het eerste teken betekent dat als je dit doet, is dat het gevolg. Ja? Of andersom. Dus als je kijkt in de wetenschap, elke wiskundige formule, elke berekening is eigenlijk een voorbeeld van de wet van de oorzaak en gevolg. Geen toeval. Men probeert het allemaal, als het ware, terug te brengen tot het kennen van processen. Ja? Dat is ook in ons denken het geval. Dus als we uitgaan van cycliciteit, ik heb het net al gezegd, die gedachten komen en gaan. En daar kan je wat mee. Ja? Wel energie in stoppen, geen energie in stoppen. Voeden, sterker laten worden. Of je daar niet meer op richten en laten verzwakken. Niet meer op richten wil dus ook zeggen, niet denken van dit wil ik niet. Want als je denkt van dit wil ik niet, ben je toch met die gedachten bezig. Zij het in negatieve vorm. Dus je moet er gewoon geen aandacht meer aan geven. Ja?
En dan, er is natuurlijk een ijzeren wet van oorzaak en gevolg, dat alles wat we doen met die gedachtenbeelden, ja, ook al zeggen we 3 keer sorry erachter, het effect is er. En we zullen de consequentie op een of andere manier natuurlijk daar dus van ondervinden. Dat is niet negatief, dit houdt ook in dat we natuurlijk de Boeddha willen zijn voor onze medemensen die we maar willen zijn. Ja? Dit wil gewoon zeggen dat als je daaraan werkt en je weet de goede informatie te vinden, en we hebben borsten met informatie voor u, dan word je uiteindelijk waar je aan werkt. Zeer hoopvol. Hoe gaat dat? Gedachte, handeling, gewoonte, karakter en uiteindelijk een incarnatie als je daarvan uitgaat. Dus je hebt in principe dat ze helemaal in de hand. Ja? Krijg je die gedachte, koppel er geen handeling aan als je hem eigenlijk niet wil hebben. Vergeet hem, laat hem gaan. Vind je het een fantastische gedachte, koppel je een handeling eraan. Ja? Als je dat herhaaldelijk doet, dan begint het een deel van je karakter te worden. Of van je gewoontepatroon te worden. En als je dat herhaaldelijk blijft volhouden, wordt het je karakter. En als je dat blijft volhouden, dan wordt het dus je volgende incarnatie. Niemand van ons wordt geboren als een blanke bladzijde. We brengen allemaal een enorme gewoontepatronen met ons mee. Ons karakter. En u kan ook wel inschatten dat als u daar iets aan wil doen, dat het wel een nodige inspanning kost. Hè? Iets wat je dus echt levens hebt opgebouwd om dat even af te breken. We zijn heel enthousiast. Het kan allemaal. Moet je wel heel consequent met de nodige energie aan de slag gaan, ja? Mag ik een vraag? Ja? Kun je daarbij ook een soort koppeling maken dat je in je hersenen even nieuwe bedradingen maakt, zeg maar? Want op je computer, ja, je kan deleten en het is weg. Maar als jij een bepaalde karakterstructuur hebt, dan moet je dat natuurlijk steeds opnieuw herhalen bij jezelf. Maar je schijnt ook nieuwe bedrading te maken in je hersenen, die dat dan op een gegeven moment aannemen dat jij dat bent, een soort. Ja, nou even een kleine correctie. Als je op je computer delete, is het toch echt nog niet weg. Nee, oké, maar in ieder geval. Nee. Houd die gedachte even vast. Houd die gedachte even vast. Is waar. Die staat nog gewoon op je harde schijf. Het enige wat je hebt gedaan, je hebt het vlaggetje, daar staat het, dat heb je weggehaald. Ja, is waar. Elke hacker die weet gewoon van, je kan het nog te pakken krijgen. Ja. Dan kan je zeggen, nou, ik ben slim. Ik heb een WISP-programmaatje, dus ik gooi dat nog een keer over mijn schijf heen. Poets alles weg. Als je dus een magnetische schijf hebt, dan zijn de programma's die zien kans om ook dan het nog boven water te halen. Ja? En je moet het al ongeveer een keer of 7 à 10 overschrijven, wil het niet meer kunnen. Dat is exact zo in ons denken. Ja? Als je zegt van, nou, dit is een eigenschap. En natuurlijk heeft u die niet zoveel, maar een enkele negatieve eigenschap, die zou ik eigenlijk niet meer willen hebben. Dan kan je eraan werken. En dan is die nog niet in 1 keer weg. Je hersenpatronen zijn niets anders als iets wat gewoon een dynamische bedrading is. Heel goede voorbeelden. Mensen die dus eigenlijk een TIA hebben gehad of een hersenbloeding of zo. Een gedeeltelijke uitval van hun hersenen. Die kunnen het teruggenereren. Het is een heel bekend voorbeeld van een Amerikaanse vertaler van Tibetaanse teksten. Hij was een topfiguur op dat gebied. En die krijgt een hersenbloeding. Alles weg. Niks meer. 3 jaar heeft hij moeten trainen. Toen kon hij het weer. En toen zei ze eigenlijk, hij is beter dan ervoor. Nou, wat heeft hij eigenlijk moeten doen? Hij heeft eigenlijk die contact tussen dat denkgebied en tussen die cellen weer moeten herstellen. Want dat denkgebied was er nog steeds. Alleen, hij kon er daar in feite niet meer bij komen. Ja? En dat is een hele belangrijke. Dus als wij anders denken gaan doen, en ik hoop dat velen van u daar interesse in hebben, dan gaan we in feite ook dus die bedrading in onze hersenen gaat langzaam maar zeker ook veranderen. Ja? Ten eerste de patronen. Ten tweede ga je dus trainen dat in bepaalde delen van hersenen je bepaalde
kwaliteiten dus meer moet activeren. En er zijn een hele hoop voorbeelden ook van die mensen met TIA's en al dat soort zaken meer. Dat ook functionaliteiten overgenomen kan worden tot andere hersenen. Zijn voorbeelden van, dat vond ik eigenlijk nog wel het meest fantastische. Een meisje, fantastische opleiding gedaan, universiteit gedaan in Amerika. Moest op een of andere manier door de scanner heen. Wauw, tot grote verbazing van alle wetenschappers. Verrek, ze heeft maar de helft. Ze heeft maar één kant van de hersenen. Hoe is dit mogelijk dat ze dit heeft kunnen doen? Ja, heel simpel. Ze heeft die andere helft gewoon universeel getraind. Ja? Niet specifiek dit en specifiek dat. Ja? Kijk, ik zal niet zeggen dat die processen makkelijk zijn. Ja? Maar het is zeker doenbaar. Ja? En dat gebeurt precies hetzelfde als je een studie maakt van een vreemde taal, van een vreemde filosofie. Als je dus je verdiept in de Theosophia, dan kom je een aantal gedachtenbeelden tegen. Dat je denkt in het begin van, god, wat moet ik ermee? En als je er maar lang genoeg over nadenkt, krijg je steeds meer je vinger erachter. En dan ben je in mijn geval wel 40 jaar verder. Maar dan op een gegeven moment beginnen toch wel hier en daar helder te worden, ja? Ja, gaat u gang. Volgens dit model, hoe zit dat met angsten? Kan je dan ook angsten meekrijgen? Ja, ja. Het is natuurlijk zo, als je dit model van het hele denken wat ik na de pauze heb verteld, zou uitwerken, dan zou je heel de psychiatrie en de hele psychologie op een andere schoersel, op een heel ander uitgangspunt kunnen zetten. Ja? Want dan zie je ook gewoon het niet kunnen hanteren van in- en uitstroom, een van de grootste oorzaken is van psychische problemen. Ja? En als je zo onverstandig bent geweest om bepaalde middelen te gebruiken, waardoor dus die deuren helemaal open gingen, ja, god, je wil niet weten wat er dan allemaal binnen kan komen vanuit het astrale gebied. Ja? Want daar zit natuurlijk nog wel wat. Niet iedereen is een constructieve denker. Mevrouw. U zei net, er zijn geen blanke bladzijden. Ja. Ja. Er zijn filosofen die zeggen van, sommige mensen worden als tabula rasa geboren, zeg maar. Dus dat ze geen, dat ze jonge zielen hebben en nog moeten leren, toch? Maar luister, we moeten natuurlijk allemaal leren, ja? Nee, maar goed, echt jong, dus dat je echt... Ja, je hebt natuurlijk verschil in hoe blanco is die bladzijde. Je hebt dus wat men dan in de wandelgangen noemt jonge zielen, oude zielen. Ja? Een bewustzijn wat al heel lang bezig is ervaringen op te bouwen. En je hebt erbij die dus wat dat betreft redelijk fris binnenkomen. En bij wijze van spreken aan het begin van de streep staan. Maar niks blanco in absolute betekenis. Het zijn altijd natuurlijk wezens die toch toe zijn of behoren bij het menselijke denken en tot het mensenrijk behoren. Ja? Dus stelt u maar eens voor, de overgang van onzelfbewust naar zelfbewust. Wij zien een heel goed voorbeeld in het dierenrijk. Hè? Wij zeggen dus ook gewoon, dieren incarneren, nou, wederbelichamen ook. Ja? Incarneren betekent eigenlijk wedervleeswording, dus dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Maar je ziet gewoon in het dierenrijk, zie je ook die overgangspatronen. Ja? En het dier wat het dichtst bij het mensenrijk zit, dat is eigenlijk de mensaap. Ja? En je ziet bij de mensaap dat daar bepaalde patronen al boven water komen. Dus als zo'n mensaap dus ver genoeg ontwikkelt en komt het mensenrijk binnen, dan is die mogelijkerwijs heel fris in het mensenrijk, maar hij heeft toch wel een ervaring van een aantal voorgaande evolutieperiodes bij zich. Ja? Wij hebben ook de ervaring bij ons vanuit het dierenrijk, vanuit het plantenrijk, vanuit het mineralenrijk enzovoort, ja. Je kan je afvragen natuurlijk van, hoe manifesteert zich dat in het huidige mens zijn? En ik zal niet, zeker niet beweren dat dat een dominante eigenschap is, maar het heeft wel bijgedragen tot wat we zijn, wat we nu zijn, ja. Mevrouw. U heeft eerder gezegd dat juist het verschil tussen mens en een dier maakt, dat de mens kan reflecteren. Kan? Reflecteren op zichzelf. Ja. Dat betekent dat u zegt, we zijn eerst dieren geweest, dat dat reflecteren aan te leren valt. Ja. Dus de consequentie van mij wil gewoon zeggen dat je dus ook gewoon qua bewustzijn door al die verschillende fasen heen kan groeien. En dat zijn natuurlijk wel processen die heel veel tijd kosten, ja. Elke fase is ongeveer wat we dan noemen een manvantara, dat is 4 miljard en 320 miljoen jaar. Dat is nogal een lange tijd, waardoor je door die rijken van de natuur heen gaat en die ervaringen opbouwt. Ja?
Maar dat reflecteren is dus aan te leren. Ja? Nog andere opmerkingen? Ja, ik heb wel iets waar ik steeds denk van, hoe zit dat dan? Zeg maar, we hebben het dan nu even over, hè? We groeien steeds verder, uiteindelijk zijn we een soort beginnende mens geworden. Maar we zijn ook ooit die Atlantiërs zo geweest, hè? Als Atlantië echt heeft bestaan, want ook daar is natuurlijk nog niet helemaal duidelijkheid in. Hoe kan het dan, als wij met z'n allen ooit Atlantiërs geweest zijn, dat er dan nu zielen op de wereld komen of jonge mensen die nog een hele jonge ziel hebben? Want je zou zeggen, die moeten ook al een ontwikkelde ziel hebben, want ze waren ooit die Atlantiërs. Nou, maar laten we elkaar heel goed begrijpen. U zal bij ons niet horen zeggen dat die Atlantiërs zo fantastisch ontwikkeld waren. Nee, maar het waren wel, als je echt over Atlantiërs kunt spreken, hè, want dat weet ik ook niet, nog niet zo of dat echt zo is. Maar het waren wel, ze hadden wel, als het echt zo is zoals we denken, dat ze wel heel intelligent waren. Zich uiteindelijk vanuit die intelligentie naar beneden hebben gedingen. Nee, is dat helemaal verkeerd? Nee, kan u het uitleggen? Ja. Ze waren heel gevoelsmatig en ze hadden dus dat gevoelsaspect heel ver ontwikkeld en konden daardoor heel veel. Dus ze zaten eigenlijk nog heel dicht tegen het astrale gebied aan. Ja? En als je dus kijkt naar die verhalen in Atlantis, en die vind je ook in de geheime leer van mevrouw Blavatsky, waar ze praat eigenlijk over die eigenschappen van Atlantiërs, dan zie je best wel dat ze, sommige mensen vinden het natuurlijk fantastisch, dat ze eigenlijk op dat gevoelsgebied, op dat astrale gebied, gevoeliger waren dan wij nu. Maar als we praten over inzichtelijkheid, spiritualiteit ontwikkeld hebben, zijn wij verder dan zij toen. Ja? Wij zitten nog wel in een wat materiële fase. Als we wat verder ontwikkelen, dan gaan we dus dat eigenlijk dat inzichten, dat reflecterende, dat boeddhische hopelijk verder ontwikkelen. En dan zijn we ver vooruit ten opzichte van de Atlantiërs. Ja? Maar ze waren natuurlijk, en u moet één ding niet onderscheiden, maar dat gaan we pas met u bespreken aan het eind van deze seizoen. Er waren natuurlijk best wel menselijke of wezens, en menselijke wezens, die veel verder waren dan de grote groep mensen op dit moment op aarde. Maar het waren niet de Atlantiërs zelf per se. Dat waren wij wat we noemen de leraren de mensheid. En dat valt onder het hoofdstukje mysterieschool. Ja. Dus als u alle anderen goed volgt, dan kan u die laatste ook volgen. Ja? Dank u wel. Graag gedaan. Zo. Even kijken waar we waren. We hebben natuurlijk in feite al het vraagstuk min of meer als het ware besproken. Hoe werkt dat dan over meerdere levens? Dat is dus eigenlijk heel simpel, die gedachtes en die spirituele kant, die is niet onderhevig aan diezelfde processen als het materiële. Ja? We gaan dus, één na laatste van deze serie, gaan we dus praten over, wat zit er nou tussen sterven en geboorte? Ja? Er is in feite een heel psychisch proces en een bepaald deel, het grootste deel van ons, het meest belangrijke deel van ons, blijft gewoon bestaan tussen twee incarnaties in, gaat wel door een aantal processen heen, ja, is dus eigenlijk het eindproduct van de betere kwaliteiten van ons denken en manifesteert zich weer. Maar neemt wel de karakteristiek mee die we nu opbouwen, ja, die we nu met elkaar en individueel als het ware ontwikkelen. Dus controle over de gedachten in ons denken is dus een uiterst belangrijke aangelegenheid. Daarmee gaan we bepalen wat we nu zijn en wat we ook gaan worden in de toekomst. We zijn allemaal deel, of we het wel of niet aanhangen, van dat cyclische proces, wat we reïncarnatie noemen. En daar sturen wij eigenlijk nu in. U moet niet uitgaan van de gedachte van, oh, tussen twee levens in, kan ik wel kiezen? Nee, u kiest nu, op dit moment.
door bepaalde keuzes te maken, door bepaalde gedachten te denken, door bepaalde structuur en vorm aan je leven te geven, door bepaalde doelen in je leven na te streven, enzovoort. Ja? Staan we er alleen voor? Nee, absoluut niet. Ja? Er is heel veel informatie bekend. Er is heel veel wijsheid in die Theosophia. En wij willen u natuurlijk heel graag helpen om in feite dat gewoon in brede verband met elkaar te bestuderen. Ja? En dan doen we dat in de cursus, eens in de 14 dagen, een avond, van 7:30 tot 21:00. En dan hebben we dus een heel direct contact met elkaar en hebben we daar ook lesmateriaal voor. Volgende keer gaan we met u verder om te kijken van hoe bouw je levenswijsheid op. En is dat wel heel zinvol om te doen? Wij denken van wel, maar dat hoort u volgende week. Als u vragen heeft, ga uw gang. Iedereen tevreden? U weet dat tevredenheid de eerste stap is naar achteruitgang, hè? Nou, ik heb toch nog even een vraag. Ik gaf net antwoord op mijn vraag en daar was ik tevreden mee, maar ik heb toch nog iets klagen. Kan je, dus mijn vraag is eigenlijk ook van, als je wordt geboren, kan je dus een fundamentele angst al bij je hebben? Uit vorige incarnaties, ja zeker. Ja, hoe kijkt u daar tegenaan? Want ik kan me voorstellen, zeker ook als we kijken naar hoe de psychiatrie nu zeg maar ingericht is. En bepaalde onderwerpen, daar moet je het niet eens over hebben. Ziel en dergelijke dingen, of wat dan ook. Daar kan je dan niet aan werken. Nee. Hoe ziet u dat? Kan je? Nou, weet u, het voor... Een paar jaar terug had ik dus een psycholoog, psychiater, die deed de cursus. En een van de dingen die ik al hem vroeg van, hoe zien jullie nou in feite de psyche? Hij zei, ja, dat is een ouderwetse term, die gebruiken we helemaal niet meer. Ja? En dus even met elkaar erover zitten praten. En dan zie je eigenlijk dat de huidige psychologie en psychiatrie eigenlijk meer een gedragskunde is dan een diepere kennis van de menselijke samengesteldheid. En die gaat helemaal niet uit van reïncarnatie en er is een blijvend deel wat is meegekomen en wat die ervaringen heeft uit voorgaande incarnaties, waar dat door ontstaan is, enzovoorts, enzovoorts, ja. Dus daar ligt nogal een grote gap tussen, die eigenlijk alleen maar groter aan het woord is. Als je kijkt naar een figuur als Jung, hij praatte er niet openlijk over, maar Jung was heel goed op de hoogte van theosofie. Maar Jung was eigenlijk altijd van mening van, ik ben de grote uitvinder, dus hij zei nooit van wie dat niet had. Maar hij had een aantal theosofische vrienden, leest zijn Redbook, en dan zie je gewoon dat hij daar uitgebreid correspondentie mee voerde, hoe zit dat, en hoe zien jullie dit, en hoe zien jullie dat. En dat vertaalde hij dan keurig naar eigen terminologieën, ja? Dus we zouden dat heden te dagen noemen, dus een beetje ego-tripper, hè? Maar wat wil ik daarmee zeggen? Die kennis was er in feite wel, in die oude culturen. En die kennis is er eigenlijk nog steeds, alleen die is niet meer gezien in het kader van de moderne geneeskunde, in de moderne psychologie en psychiatrie. Ja? Men heeft daar gewoon een heel ander systeem. Ik heb op een of andere manier, karmisch uiteraard, maar ik weet niet waarom, heb ik dus 4 kennissen in Amerika, die zijn allebei psychiater. En met 1 heb ik de cursus gedaan en dat was heel leuk om te doen. Was ook een theosoof van huis uit. En dus die vond het heel interessant om te doen. En die zei, Herman, het is zo opvallend. De hele psychiatrie gaat tot en met in feite maximaal het intellect. Hogere kwaliteiten van het denken, zoals het boeddhische en het atmische, het spirituele, wordt gewoon niet meegenomen. Het staat gewoon in feite niet. Het is altijd die onderkant, de emoties, de materiële dingen, pillen om emoties te onderdrukken. Onderdrukken wil niet zeggen dat je ze niet hebt natuurlijk. Waardoor je dit waarschijnlijk niet wegkrijgt. Waardoor? Waardoor je dit niet wegkrijgt. Nee, problemen worden niet opgelost. Ja. En deze kunnen we dat dus zo'n fundamentele angst alleen eigenlijk oplossen op het moment dat we die termen en inzichten binnenlaten. Ja. En zelf bestuderen, want dit is natuurlijk een van de meest belangrijke dingen
Je kan in feite natuurlijk alleen maar dingen doen waar je zelf in gelooft, waarvan je denkt van zo is het. Dus als je deze dingen niet voor jezelf onderzoekt en je zegt nou vanavond, nou, dat heeft hij toch wel aardig verteld, het komt me heel aannemelijk over, dan heb ik gefaald. U moet in feite de prikkel hebben na vanavond, moet zeg ik maar, wenselijk, dat je die prikkel hebt, dat je zegt van nou, hij heeft toch wel een paar dingen gezegd, dan moet ik eens even naar kijken in mijn omgeving. Kan ik dat herkennen? Zie ik dat ook in mezelf terug? Is het waar dat als ik naar dingen kijk en mijn humeur is negatief, dat ik ze anders waardeer? En als ik enthousiast ben, dan waardeer ik ze weer anders? Nou, als je daarover twijfelt, vraag maar even aan je partner, die weet het ongetwijfeld. Ja? Dan snap je wat ik bedoel. Als je dat niet uitzoekt, wordt het nooit iets van jezelf, zal je ook nooit gemotiveerd zijn om het toe te passen. Heel essentieel. Ja, mevrouw. Nog even terugkomen op de vraag van de mevrouw. Ik kan me voorstellen, u heeft gehad over gedachten die levende wezens zijn. Die kun je voeden, die kun je dood laten gaan. Ik kan me voorstellen, als je met angstgevoelens geboren wordt en dat blijft voeden, of je kan het negeren, dat een groot verschil werkt op die manier. Dus als je door hebt dat je die angsten hebt, ja, en daar dus na vanavond mee omgaat, dan zou het een mooie oplossing kunnen zijn. Ja. Ja. Alleen wat je natuurlijk wel moet realiseren, als je die angsten hebt, dan moet je niet eigenlijk tegen die angsten gaan vechten, want dan maak je ze natuurlijk in feite sterker. Je moet eigenlijk veel meer proberen te begrijpen waar komen ze uit voort en zijn ze nog actueel. Stel voor dat we in de vorige incarnatie iets hebben meegemaakt, wat heel negatief is geweest, waardoor je nog een stuk van die smaak meedraagt, maar wat in dit leven totaal geen rol speelt. Stel voor, en dat zijn er nogal wat, dat je in een oorlog bent omgekomen. En dat je die strijdervaring hebt gehad. Maar in dit moment zit je dus helemaal niet in een oorlogssituatie, in een strijdervaring. Dan moet je eigenlijk leren om dat los te laten. Ja? En daar geen aandacht aan te geven. Ja, gaat u gewoon. Ik heb met het gebied van reïncarnatie nog wel een probleem. In de zin dat er zijn op dit moment 7,5 miljard mensen. In vorige tijdsperiode waren er significant aantal minder mensen, orders minder mensen, dus heel veel minder. Kunnen al die 7 miljard mensen oude zielen hebben, dus gereïncarneerde zielen, als er daarvoor niet net zoveel mensen waren? Goed, mijn vraag is, is het waar wat u stelt? Hoeveel mensen woonden er 500 voor onze jaartelling in China, Zuid-Amerika, Midden-Amerika? Ik heb wel sterke aanwijzingen, meen ik, dat minder mensen waren. Ja, is dat zo? Kijk eens naar die fantastische bouwwerken die je vindt in Midden- en Zuid-Amerika. Kijk eens naar de fantastische bouwwerken die je vindt in Egypte. Ja. Weet u, we gaan er niet over steggelen. Mijn vraag is alleen, wat zou je moeten doen om deze vraag, uw stelling, in feite te beantwoorden? Laten we niet heel ver teruggaan. Als we gewoon over de laatste 100 jaar gaan, dan kunnen we wel zien dat er in de jaren 60 beduidend minder mensen op aarde wonen dan nu. Wat we natuurlijk heel goed kunnen zien, is dat er fluctuatie is. Dat is een duidelijke zaak. Maar het wil niet zeggen dat er minder mensen zijn. Wil dat dan wel zeggen dat de een langer in die andere toestanden blijft hangen, waardoor je natuurlijk een verschil in aantallen gaat krijgen? De een komt sneller terug als de ander. Dit is in feite een hele klassieke vraag. Die krijgen de theosofen al sinds 1875, sinds de organisatie is opgericht. En er is een heel aardig voorbeeld van, en dat komt bij, ik geloof dat het bij Besant vandaan komt, Annie Besant, en die zei van, stel je nou gewoon voor, de aarde is eigenlijk één groot toneelstuk. Op het moment wordt er op die aarde
geen interessante uitvoering verzorgt. Hoeveel mensen zitten er in de zaal? Of stel je voor, er is een fantastische uitvoering. Hoeveel mensen zitten er dan in de zaal? Ja? De gedachte is, hoeveel het mensen die bij die aarde horen, dat is een grote hoeveelheid. Degenen die geïncarneerd zijn, gebeurt er op basis van oorzaak en gevolg cycliciteit, of ze zich wel of niet aangetrokken voelen door die situatie op dat moment, op die aarde. En dat die fluctueert en dat daar een cyclische beweging in zit, in hoeveelheden, dat mogen duidelijk zijn. Ja? Het enige wat je kan zeggen momenteel, we schijnen op dit moment een vrij interessante voorstelling voor een hoop mensen te voeren. En als je dan kijkt wat voor voorstelling is dat hoofdzakelijk, nou dat is nogal eentje met een redelijke negatieve insteek. Dus dan zeggen, ja, er zijn er toch nog wel die daar toch aangetrokken voelen worden. Ja? Dus er zit zonder meer fluctuatie in. Geen punt van discussie. Maar dat er meer of minder waren, dat is nog maar even de vraag. Ja? Over de incarnatie gesproken, van je komt weer terug, maar wat gebeurt er nou met iemand die zelfmoord heeft gepleegd? Komt ook weer terug. Oké, en die gaat gewoon, die begint dan weer gewoon opnieuw? Of? Nee, hij begint niet opnieuw. Zou hij wel willen, denk ik. Oorzaak en gevolg? Dus eigenlijk maakt dat geen verschil met iemand... Nee, dat hoor je mij niet zeggen. Dat hoor je mij niet zeggen. Als we nou gewoon even uitgaan van het idee, we maken het niet moeilijker als het is. Gedachtekarakteristieken, gedachtebeelden die we hebben opgebouwd, zijn van belang voor het hele reïncarnatieproces. Maar cycliciteit, u heeft het kunnen zien bij een van mijn eerste slides, is de noodzakelijkheid voor elk bewustzijn. Dus ook diegene die je denkt van nou ik kap ermee, komt ook weer terug. Maar wel met die karakteristiek die hij heeft opgebouwd en die zal hij moeten overwinnen. Ja? Dus. Zo. Hoe kijk je tegen labels? Al die psychiatrische labels, is dat een vorm van, zoals de theorie bij mij ook binnenkwam, had ik zoiets van, met dat labelen, ik heb ADDD, ik heb dit, voed je, ik merk dat ik ervan, dat het me ergert, en ik heb het idee als ik dit zo lees, zo van, ja, daar voed je ook de gedachte mee dat je wat hebt. En waardoor dus alleen maar erger wordt in plaats van dat het minder wordt, omdat we het weten. Ja, dat labelen, het DN5 is daar natuurlijk zo'n typisch voorbeeld van. En dat is het grote handboek voor geneeskunde. Van heb je dat en dat en die en die symptomen, nou dan ga je naar bladzijde 435, oh dan moet je die pil hebben. Ja? Is natuurlijk, wat zei je? De inductieve methode toch? Ja, maar dat is natuurlijk in feite helemaal geen wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke begeleiding op basis van inzichten. Dat is eigenlijk gewoon een soortement, noem het wat, receptenboek waar je uit werkt. Ja? Nou, oké, vanuit de theosofie is ieder mens uniek, dus ook ieder mens zijn problemen zijn uniek. Ja? Ze mogen wel eens hier en daar op elkaar lijken, maar de achtergrond waardoor men tot die problemen is gekomen is eigenlijk individueel. Ja? Dus ligt de oplossing ook eigenlijk individueel. Begeleiding, inzicht bijbrengen enzovoort. Ja. Nou, ik hoop dat u het een beetje kan vasthouden wat ik vanavond gepresenteerd heb. Volgende week gaan we met u verder over het opbouwen van die levenswijsheid. Dat is natuurlijk eigenlijk een heel interessant proces. We sluiten nu af met gongslag en stilte na het zeggen van een invocatie. Die gouden zon is dat hoogste spirituele in ons. Weet u wel, dat onvergankelijke deel. Wat we in essentie zijn en waar we dus proberen dat langzaam maar zeker tot uitdrukking te brengen. Die gouden zon is ook een beetje van dat ene universele beginsel, die oneindigheid, waar alle kennis en alle weten en alle ervaring in zit dus. O gouden zon, met uw verheven luister, verlicht ons gemoed en vervul onze geest.
omdat wij, onze eenheid beseffend met het goddelijk hart van het heelal, mogen zien en betreden het pad dat ons voert naar de verre poort. Naar de verre poort der volmaking, geleid door uw stralend licht.